mobili. En dan zitten we in de maand december, zoals ik al eerder zei in de vorige afleveringen, waarbij ik al aangaf hoe snel de tijd gaat. En klopt, inderdaad, hier zitten we op deze avond in de maand december, 8 uur, op kanaal 8.3. Dus natuurlijk verwacht u van ons een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook weer vanavond heet ik u van harte welkom. Waarover zullen we het vanavond hebben? Er zijn een aantal mensen in Suriname die een beperking hebben. Nou ben ik nou niet zo'n professional met de woordkeuzes misschien en de definities. Vergeeft u me daarvoor, maar het wordt zo genoemd dat dus de mensen een beperking hebben. Als het werkelijk zo is of als het zo genoemd moet worden, dat horen we straks van onze terzakendeskundige gast die we vanavond hebben in de studio. Maar als je een beperking hebt, dan is het niet altijd makkelijk om een baan te vinden of te houden. Omdat gewoon werkgevers soms mogelijk vooroordelen hebben over personen met een beperking. Nou weet ik niet als wij alleen in Suriname dit probleem hebben of als die wereldwijd is. Dat weet ik ook nog niet echt zo precies. Misschien kunnen we dat ook vanavond horen van onze gast. Maar zeker hier in Suriname hebben we te kampen, zeker de mensen met een beperking, hebben te kampen met dit soort fenomenen. Werkgevers meestal denken dat dus mensen met een beperking minder productief zijn, of dat het misschien overkomt of als ze ziek zijn. Of werkgevers kunnen ook ervan uit, of gaan vaak ook ervan uit, dat je vanwege je beperking bepaalde werkzaamheden misschien niet kan uitoefenen. Interessant onderwerp. Daarom hebben we vanavond gekozen voor deze aflevering van Opinie om te praten over werken met een beperking in Suriname. Dames en heren, onze gast voor vanavond is Susanne Dekkers, directeur Stichting UNO Peking. Dekkers is van huis uit sociaal werker. Zij is lid van de Alliantie for Decent Work voor mensen met een beperking. Dekkers is reeds 11 jaar de directeur bij Stichting UNO Peking. Dames en heren, Susanne Dekkers. Ja, goedenavond mevrouw Dekkers, hier zijn we er dan. Ja, goedenavond. In deze aflevering van Opinie. Ik ben blij dat u tijd hebt genomen om even met ons te komen praten. Vanwege uw danigheid als directrice van Stichting UNO Peking. Yes. En het is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Het is meestal een onderwerp waar we misschien niet zoveel aandacht aan geven. Maar het speelt. En we weten dat het speelt. Ja. Vandaar dat we dachten, we praten, we nodigen u uit. En omdat ik een beetje met u kan babbelen over hoe u dat ziet, wat uw opinie is. Ja. Over werken is met een beperking in Suriname. Ja. Nogmaals, welkom. Dank u wel. Ik zei, u bent directrice van de organisatie Stichting UNO Peking. Laten we beginnen. Wat voor organisatie is Stichting UNO Peking? Het is een sociale werkplaats voor mensen met een beperking. En de naam UNO Peking geeft soms wat verwarring. Dat is eigenlijk begonnen omdat we schoolmeubilair maakten, dus voor kinderen bezig waren. Oh. Maar inmiddels is de focus niet meer de kinderen, maar meer de mensen met een beperking. Volwassenen die dan bij ons een job vinden. Oh, mooi. En in uw organisatie werken er alleen maar mensen met een beperking? Alleen maar of voor het overgrote deel? Voor het overgrote deel, ja. Maar ik denk dat we bijna allemaal wel een beperking hebben. Iedereen heeft wel bepaalde behoeftes, bepaalde aanpassingen nodig om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. En die groep heeft dat dan wat meer of wat specifieker. Maar uiteindelijk moeten we het allemaal samen doen. En dat komt dan heel goed naar voren bij ons in de werkplaats. Wauw, dit heb ik nog nooit zo mooi gehoord. Ik denk dat we allemaal een beperking hebben.
Alleen komt het bij de ander meer tot uiting en bij de ander iets minder tot uiting. Dat is het, ja. Ja. Deze onthoud ik zeker. We hebben allemaal een beperking. Hoe lang is je organisatie al actief, mevrouw Dekkers? Stichting Oene Pekin bestaat 16 jaar inmiddels, afgelopen november. Dus vorig jaar hadden we ons 15-jarig jubileum. En nu was het 16 jaar dus, ja. En jullie zijn aan de Boer Buitenweg? Klopt, de Boer Buitenweg, maar dan ook aan de Oene Pekinweg. Dus die hebben we een paar jaar geleden hebben we die mooie naam daar kunnen krijgen. Oh, geweldig. Ja. Van de Oene Pekinweg. Ja, klopt. Ik kan me nog herinneren dat ik daar kwam om een fiets te kopen. Oké. Jullie verkopen ook fietsen. Fietsen hebben we, fietsenreparatie en verkoop. Schoonmeubilair, ook boeken zijn we actief mee. Ja, klopt. Dus in het voorgesprek kwam het nog tot me op van ik denk dat ik de plek dat ik die organisatie ken. Ja. En hoe is de situatie in Suriname als het komt op zich? Want ik zei dat net in mijn inleiding. Ik weet nog niet precies als het een probleem van Suriname is of als het een wereldwijd probleem is hoor. Maar om even te blijven bij Suriname, hoe is het gesteld met het vinden van een baan voor zo'n persoon met een beperking? Ik denk dat dat heel erg afhangt van de beperking. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om het niet te hebben over mensen met een beperking, maar dat meer te specificeren. Want je hebt mensen die een lichamelijke beperking hebben, maar die wel gewoon een universitaire opleiding kunnen volbrengen. Dus daar, die kunnen eenvoudiger een job vinden. Dan moet er gewoon eenmalig de ingang van het kantoor even worden aangepast. Of er moet een lager of hoger bureau worden gekocht. Is dat probleem opgelost en kan deze persoon gewoon helemaal volledig participeren. En op hetzelfde niveau als de andere collega's meedoen in het bedrijf. Dat is dan geen enkel probleem. Ja. Je hebt dan mensen met een visuele beperking. Het vraagt ook specifieke aanpassingen. Auditieve beperking. En je hebt dan de groep met een verstandelijke of een licht verstandelijke beperking. En dat is eigenlijk de groep waar ik me altijd het meest voor wil inzetten. Omdat zij andere obstakels hebben dan die mensen met andere type beperkingen. Zij hebben vanwege hun verstandelijke vermogens kunnen zij niet op hetzelfde niveau participeren als andere mensen binnen het bedrijf, maar ze kunnen wel degelijk hun bijdrage leveren. En het is voor hen gewoon ook heel belangrijk om een job te hebben. Als je alleen maar thuis zit en dan word je ziek, je krijgt ruzie met je omgeving, je gaat op straat hangen, je bent dan kwetsbaar voor wat daar allemaal kan gebeuren, wat mensen allemaal met jou willen doen. Dus het hebben van een job, regelmaat, een sociale contacten, mogelijkheid om je te ontwikkelen, want ook die personen kunnen zich ook ontwikkelen. Dat zijn allemaal dingen die dan de voordelen van een job, van werk voor hen zijn. Ja. Mooi, dat is echt mooi. En ik zei ook in mijn inleiding, werkgevers hebben meestal, nou ben ik voorzichtig om te zeggen, hebben meestal omdat ik het niet heb onderzocht. Maar je gaat ervan uit dat er iets voorzichtiger mee wordt omgegaan bij werkgevers. Wanneer zou iemand met een beperking, ik zeg verontschuldig me voor dat woord... een beperking, omdat ik niet echt precies weet hoe ik het anders moet. Ik zei dat net ook. Ik twijfel aan het woord. Moet ik het gewoon zo uitspreken? Mensen met een beperking. Oké. Want u zei dat net. Iedereen heeft een beperking. Dus dan hoe zou je deze groep van mensen moeten noemen? Dat wil ik inderdaad dan even een beetje corrigeren. Inderdaad heeft iedereen een beperking. Ik draag een bril. Maar een bril is natuurlijk. Sommige beperkingen zijn eenvoudiger op te lossen dan die beperkingen die echt je leven beïnvloeden. Standaard van leven of de mogelijkheden die je hebt, zijn dan bij de mensen met een beperking, om dan toch die groep wat even weer, zijn natuurlijk groter en belangrijker dan dat we allemaal een beperkingje hebben, dat iedereen, dat sommige mensen wat sneller boos worden of andere mensen wat sneller verveeld raken van een bepaald werk. Ja. Daar moet je dan als collega's ook rekening mee houden. Maar hierbij, bij deze groep, is er eigenlijk vanuit de overheid, vanuit de samenleving meer een plicht om dat te doen. Want zij kunnen dat echt niet veranderen of zij kunnen dat echt niet zelf doen. Mm. Ze hebben echt die hulp nodig van andere mensen. Ja. Dus die beperkingen zijn wel van een andere orde dan de beperking die we allemaal hebben. Oké. Nee. Goed dat u dus dat corrigeert, want dan neem ik dat ook mee. En mogen werkgevers, want dat zou mijn vraag zijn, die sollicitanten of medewerkers vanwege hun beperking voor ongeschikt uitmaken? Ik vind dat een beetje een lastig punt, want natuurlijk kijk je als werkgever altijd, kan die persoon het? Als iemand brandweerman wil worden, hij zit in een rolstoel, dan kan het niet. Maar wellicht zijn er dan binnen het bedrijf wel andere functies die gedaan kunnen worden door iemand in een rolstoel. Hij zou als dispatcher, als telefonist, ik zeg maar wat, toch een job kunnen hebben binnen het bedrijf. Dus als bedrijf is het wel goed om te kijken welke mogelijkheden zijn er voor personen met een beperking. En daar dan ook wel de kansen te bieden aan die persoon. Maar dan wordt inderdaad, wat u ook al in de introductie zei,
zijn mensen een beetje bang. Dat ze denken, ja, dat is dan te moeilijk, of het gaat te veel geld kosten. Of inderdaad, mensen kunnen wel vaak ziek zijn. En dat kan ook wel, ze zouden wel eens wat vaker ziek kunnen zijn. Maar aan de andere kant zijn ze juist vaak heel erg gemotiveerd. Omdat ze die kans nu krijgen. Ze krijgen weinig kansen, dus ze willen juist heel erg graag hun best doen en die job behouden. Dus dat compenseert elkaar dan misschien weer. Oké. En u zegt, u hebt voor het overgrote deel in uw organisatie werkt u met mensen met een beperking? Met het grootste deel is dan mensen met een licht verstandelijke beperking. Verstandelijke beperking. Ja. Oké. En hoe is het om met personeel te werken die dus een beperking van zo'n aard hebben? Ja. Leuk, goed, interessant. Ik zeg altijd als uitleg over mensen met een licht verstandelijke beperking, dat zij zich anders gedragen dan als je aan de hand van hun leeftijd zou verwachten. Dus stel ze zijn 25, dan denk je die persoon is volwassen, maar ze gedragen zich meer als iemand van 15. En iemand van 15 bijvoorbeeld, die kan het werk niet zo goed plannen, of die is niet zo sterk in sociale interactie met elkaar, die kan lang boos blijven of onredelijk reageren. En dat is dan meer wat dan bij die groep hoort, dat ze dus niet volwassen 25-jarigen zijn, die je bijvoorbeeld 3 verschillende opdrachten kan geven en aan het eind van de dag kom je even kijken. Nee, je moet het dan stukje voor stukje doen, je moet dan even kijken, is het wel goed uitgelegd aan de collega, hebben ze met elkaar dat wel goed kunnen oplossen. Dat vraagt dus de begeleiding. Voor deze groep. Maar tegelijkertijd kunnen ze wel net zo handig zijn, net zo mooi en technisch goed werk leveren. Alleen hebben ze dan wat meer aansturing nodig op de vloer. Dat is belangrijk dat u dat zegt. Ze hebben wel iets meer aansturing nodig. Ja. Want vele mensen denken doorgaans dat deze doelgroep veel zorg nodig heeft, maar eigenlijk beantwoordt u die vraag dat het toch wel zo is dat met werken met mensen met een beperking, dat je toch wel iets meer aandacht zou moeten besteden aan ze op de werkvloer. Ja, qua aansturing, op het gebied van aansturing. Voor de groep met de licht verstandelijke beperking. Klopt, voor die groep. Ja, maar dus hangt het. Dus in principe brengt u me telkens weer op het punt waarbij u zegt, het hangt af van elke beperking. Ja, daar gaat het juist om. Dus we kunnen het niet gewoon onder één noemer gooien, gewoon van mensen met een beperking. Want het hangt echt vanaf welke beperking. Welke type beperking, in welke mate. Dat speelt allemaal een rol van hoe gaan we deze persoon de mogelijkheid bieden om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Ja. En dat is in principe die werkgever, op dat moment gewoon moeten bepalen voor het bedrijf, van kan zo iemand voor zo'n bepaalde job het wel doen. De werkgever moeten bepalen. Ik kan me voorstellen, er is een vacature en als daar dan mensen op reageren, dan moet je gewoon kijken naar de mogelijkheden van die persoon. Ja. En als die persoon dan toevallig in een rolstoel zit, moet je niet meteen denken van nee, laat maar. Maar hoor, wat heeft die persoon te bieden, wat kan die persoon wel doen? En dan als het past, dan past het. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we kunnen komen tot dat elk bedrijf 10% van het personeel een beperking heeft. Dat wordt vaak zo gezegd, hè? In de wereld, dus ook in Suriname, is ongeveer 10% van de bevolking heeft een beperking. En dan kan dat dus weer heel erg variëren welk type beperking dat is, maar er wordt dus vaker gezegd 10%. Dus het zou geweldig zijn als elke werkgever dan ook 10% van zijn personeel in dienst heeft, ook een beperking heeft. Want dan heb je eigenlijk iedereen weer kunnen laten participeren in de maatschappij. Mm. Dus dat zou mooi zijn als werkgevers dat uit zichzelf doen. Maar ook de overheid kan daar natuurlijk een rol in spelen. Dat kan zijn doordat ze incentives geven, dus beloningen geven als mensen, als bedrijven daaraan voldoen. Maar het kan ook zijn door gewoon zelf het goede voorbeeld te geven. Want dat is ook niet altijd het geval. Als zij nou proberen in ieder geval 10% te halen, dan kunnen bedrijven, het bedrijfsleven, sociale instellingen kunnen dan zien, oké, het kan echt. Personen met een beperking kunnen een volwaardige bijdrage leveren. En dat zij daardoor gestimuleerd worden, dan verandert het beeld van het in dienst hebben van mensen met een beperking. Ja. En kijk, in uw organisatie, en ik neem aan dat jullie werken met bepaalde standaarden ook, toch? Ja. Nou, werken met mensen met een beperking, althans in uw organisatie, om even daarbij te blijven, hoor. Want algemeen zegt u, is het een beetje gevaarlijk, want dan hangt het er vanaf welke beperking. Maar even met de mensen die bij u werken, dan werken jullie met bepaalde standaarden. Is dat zo dat u merkt dat in het productieproces, omdat u zegt ze hebben iets meer aansturing nodig, ervaart u dat er vertraging optreedt tijdens het productieproces? Ervaart u dat zo? Niet zozeer, omdat wij daar al in de planning al wel wat rekening mee houden.
Kijk, als wij als Stichting Unipekin of als bedrijf gewoon snel willen produceren en veel geld willen verdienen, dan zouden we deze mensen niet in dienst hebben. Maar we zijn een sociale werkplaats, dus daar hebben we voor gekozen. Dus dan nemen we de voordelen en de nadelen dan gewoon van die keuze erbij. We maken schoonmeubilair onder andere. Dat doen we volgens de Minhof-standaard, die in 1975 geloof ik is opgesteld. 85, nou twijfel ik even. 75 klinkt wel heel lang geleden. Maar dat is een standaard die vanuit het ministerie van Onderwijs is opgesteld. En wij produceren ons meubilair gewoon aan de hand van die standaard. Dus de kwaliteit van de producten die we leveren is gewoon zoals dat wordt geëist, zeg maar. Dat is dan weer anders dan het meubilair wat uit het buitenland wordt geïmporteerd. Want dat voldoet vaak niet aan die kwaliteitseisen vanuit ons eigen ministerie van Onderwijs. Even wat reclame tussendoor, wij doen dat dus wel. En wij moeten ook bij de fietsenreparatie ook erop toezien dat gewoon de kwaliteit wel gehaald wordt. Het tempo ligt wellicht wat lager, maar de kwaliteit moet gewoon gewaarborgd zijn. Dus we hebben ook een balans binnen onze organisatie, dat we een aantal mensen hebben die wat moeilijker technisch werk kunnen doen. Maar bijvoorbeeld het werk wat veel herhaling biedt, wat veel hetzelfde werk is, dat kan heel erg goed gedaan worden door die groep met een licht verstandelijke beperking. Omdat zij dat juist erg prettig vinden om hetzelfde werk vaker te doen. Ja. Is er veel vraag naar werk binnen deze groep? Zijn er veel mensen met een beperking die dus naar werk zoeken nu op dit moment? Ja, zeker. Ja. De groep gaat naar school, hè. Eerst lager onderwijs, gewoon het speciaal onderwijs. Daarna gaan ze naar het voortgezet speciaal onderwijs. En daarna is er eigenlijk niets voor ze. Sommige jongeren die een beetje streetwise zijn, die wat makkelijker kunnen praten, die wat makkelijker zichzelf kunnen, die wat weerbaarder zijn, die kunnen dan wel vaak een job vinden in de bouw of in de productie. Maar ook zij zijn kwetsbaar, omdat zij dus niet die 25, 30 jaar zijn in hun gedrag, maar die kwetsbare jongeren zijn 12 jaar, 15 jaar. Dus zij blijven ook nog steeds kwetsbaar, maar zij zijn wat weerbaarder. Zij redden het meestal wel. Maar dan heb je die groep die wat rustiger is, wat stiller is, en die loopt eigenlijk vast. Die na school, als ze 15 zijn, moeten ze eigenlijk moeten ze naar het voortgezet onderwijs. Daarna mogen ze soms nog blijven tot ze 18 zijn. Maar als ze 20 zijn, dan moeten ze toch echt van school. En dan is er vaak helemaal niets voor ze. Dan komen zij thuis te zitten. En ik had net al aangegeven wat dat met iemand doet. Natuurlijk, als je even thuis zit, het soort vakantiegevoel geeft dat wel. Maar als je dag in dag uit, jaar in jaar uit thuis zit, dan krijg je allerlei andere problemen. Krijg je gezondheidsproblemen, je krijgt psychische problemen. De druk op de omgeving is natuurlijk erg groot. Dus er is dus veel meer vraag naar die groep die thuis zit. En wij hebben ook, voor die groep die thuis zit, om toch een job te vinden. Nou zijn wij die werkplaats, we hebben dan mensen bij ons in dienst, zij ontvangen een vergoeding. Daarnaast hebben wij ook een dagopvanggroep gestart. Omdat er nog steeds ouders bij ons kwamen met de vraag, heeft u een plek voor onze zoon of dochter, onze volwassen zoon of dochter. Maar we kunnen niet iedereen bij ons in het bedrijf opnemen. Maar nou zijn we een dagopvang gestart voor deze groep, zodat zij toch een zinvolle dagbesteding hebben. Dus ergens deel van uitmaken. Zij leveren hun bijdrage door het terrein schoon te houden en de keuken bij te houden, dat soort taken. Dus ze zijn belangrijk in de organisatie. En ze hebben dus 's ochtends een reden om op te staan en ze hebben 's middags wat te vertellen als ze thuis zijn. Dus dat zijn gewoon die hele kleine dingen die heel belangrijk zijn, maar waar we nog lang niet iedereen mee geholpen hebben. Ja, hoeveel mensen hebben jullie daar werken? Dat zijn 6 mensen. 6 mensen met een beperking, ja. Oké. Okay. En u zei daarnet, als er meer mensen, want ik neem aan dat ze van jullie organisatie horen, dat jullie wel mensen aannemen met een beperking. Ja. Maar wat doen jullie dan? Zegt u dat? Nu kunnen we ze niet meer opnemen. Er is we zijn een datum. Nee, je had een andere bezigheid voor de mensen. Dus wat gebeurt er nu als er toch weer mensen bij u komen solliciteren met een beperking? Nu niet meer. We zijn gestart met een dagopvanggroep, maar die is nu ook vol. Dus ook daarvoor kunnen we geen mensen meer opnemen. Maar ik wil er wel even op doorgaan, want Stichting Unipekin is ook lid van de Alliantie voor Decent Work voor Mensen met een Beperking. Daar zit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, maakt daar deel van uit de SAO, verschillende ministeries, verschillende NGO's, NSBS, Kennedy Stichting. En wij zijn dus bezig om arbeidsmogelijkheden voor deze groep te vergroten. Allerlei samenwerkingen, overleggen en kleinschalige projecten.
Een zo'n project is het dat we gestart zijn met een database waarin we dus alle gegevens van mensen met een beperking die al werken, maar ook van mensen die nog niet werken, die een job zoeken, om die daarin op te nemen. Het is nu nog voor intern gebruik, maar het is zodat er meer data beschikbaar is en dat we ook eventueel als er een werkgever komt, ja, ik wil eigenlijk wel participeren in dit project, ik wil mijn sociale gezicht laten zien. Kunt u me in contact brengen met iemand, dat we dan die database daarvoor kunnen gebruiken. Oké. Ik had niet gedacht dat het, wat moet ik zeggen, probleem, maar dat het probleem toch zo groot is hier in Suriname. Ja, zeker. Ja. Dus nu we zo erover praten en ik zo naar u luister, dan merk ik dat er toch wel werk aan de winkel is in principe, om eigenlijk deze wel mensen te helpen eigenlijk. Ik denk dat dus met dit programma denk ik wel zeker misschien aan het einde ook de werkgevers kunnen vragen om iets serieuzer naar dit stukje te kijken. Dat zou want het geweldig is, zijn. Het is een deel ook van die samenleving. Ja. Dus ik denk dat we de werkgevers zeker ook kunnen vragen om iets anders misschien naar dit, te gaan kijken. Wanneer mensen met een beperking solliciteren. Oké, het is altijd mooi als we zo praten, want dan kom je dan op. Kan je op gedachtengangen en ideeën natuurlijk, dat je in principe niet zou weten. Maar dat is de bedoeling ook dat we je hebben uitgenodigd om hierover te praten. En we moeten niet denken dat de eindproducten, je gaf het al eigenlijk aan, dat werkgevers niet hoeven te verwachten dat, althans zeker niet in uw organisatie, dat dus de eindproducten niet voldoen en dat ze de job niet kunnen doen zoals de job needs to be done. Maar dat ervaart u helemaal niet. Nee. Als je de juiste richtlijnen geeft en de juiste aansturing geeft, dan krijgen ze de job wel done. Dat gaf u dan net ook aan. Wat vindt u van de erkenning van de rechten van de mens? Is er een organisatie, nou los van die organisatie, maar zijn er bepaalde rechten die vastgelegd zijn ergens in wet en regelgeving voor mensen met een beperking? Ja, van de United Nations zijn natuurlijk verschillende declaraties, zal ik het zo noemen, die ook Suriname geratificeerd heeft. Ratificeerd heeft. Nee, is niet zo. Dus daar zijn dan ook wel bijeenkomsten voor geweest, ook weer met alle stakeholders. Waarvoor we als maatschappij, maar ook vanuit de overheid, dus hebben toegezegd dat we ons best gaan doen voor deze doelgroep. Maar vanuit het toezeggen naar het daadwerkelijk invulling geven aan dat beleid, dat is natuurlijk dat wel is erg lastig. Dat is een hele andere koek, hè? Ja. Dat is natuurlijk een hele andere koek, Maar dat heb je trouwens met heel veel declaraties die geratificeerd zijn door zo'n staat, hoor. Om te implementeren echt in die samenleving. Dat is een heel totaal andere koek. Dus we hebben in principe ook al gezien dat de mensen zich niet volledig de ruimte kregen dan om zich te profileren. Want ze zouden zich alleen maar kunnen profileren als ze aan de bak kwamen ergens. Ja, toch? Want je moet eerst aan de bak ergens komen om je te profileren. Want anders kun je dan moeilijk profileren als je thuis zit. Als je thuis zit, niet. Het hangt nog heel erg vanaf natuurlijk je sociaal kapitaal. Wie ken je? Wie zijn je ouders? Kunnen zij jou voldoende stimuleren in je ontwikkeling? Als je zelf dan volwassen bent, zit je in een netwerk zodat je toch op de juiste plek terecht kunt komen om jouw potentie volledig te ontwikkelen. Dat zijn toch wel zaken die een rol spelen. En dat is erg jammer, want eigenlijk zouden die mogelijkheden voor iedereen moeten zijn. En niet alleen maar voor toch die groep die dan toevallig met de juiste ouders of met in de juiste netwerk is geboren. Ja. Precies. En om even een zijstraat te nemen op het gebied van onderwijs, gaf je ook daarnet aan. Op het gebied van onderwijs stopt het voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking, dat stopt onderwijs hier in Suriname ergens, no? Dus je gaat tot een bepaald niveau, maar dan stopt die ergens en dan is er gewoon niks meer. Ja, als ze dan geluk hebben, kunnen ze ofwel door naar wat lager technisch onderwijs, of ze gaan dan werken. Ook maar, al zijn het mensen met een verstandelijke beperking? Ja, dan hangt het van hun niveau af. Oh, hangt het van hun niveau praktische vaardigheden. Ze dat toch erg handig zijn of toch wel ruimtelijk inzicht hebben, dan kunnen ze dan toch wel doorgaan. Oké. Maar mensen met een fysieke beperking, zij hebben dan. Dus hoor ik u eigenlijk zeggen dat zij toch iets meer mogelijkheden hebben in de wereld en ook hier dat in Suriname? Dat hangt weer af van de kansen die zij krijgen. Er is de Mithielschool die zich dan richt op kinderen met een lichamelijke beperking. Zij krijgen daar in principe gewoon het reguliere onderwijs aangeboden. Dus zij gaan gewoon de GLO-toets doen en gaan dan eventueel gewoon door naar waar ze terecht kunnen. Voor hen is het dan weer vaak lastig. Is die school dichtst bij hun in de buurt wel rolstoel toegankelijk? Is er wel een mogelijkheid voor vervoer om daar te komen? Dus dan krijgen zij uiteindelijk toch weer andere obstakels die zij moeten overwinnen. Maar als dat allemaal overwonnen kan worden, kunnen zij gewoon een gewone schoolloopbaan hebben. En dus uiteindelijk een gewone job vinden. Ja.
Ja, dat is echt de hele mond vol, hoor. Echt de hele mond vol. Heel lastig en vervelend natuurlijk. Maar is dat een wereldprobleem hier wat dit waarover we praten? Of is dat echt alleen in Suriname een probleem voor deze mensen met een beperking? Nee. Of is het over de hele wereld dat ze moeilijk aan de bak komen? In Nederland bijvoorbeeld hoor ik dat zij het wel iets beter hebben georganiseerd, denk ik. Ik denk dat ze speciale vormen van arbeid hebben gecreëerd. Ja, maar dat is nu ook weer gestopt. Hè, voor dan die groep met die verstandelijke beperking wil men juist nu meer dat mensen participeren in een reguliere werkzetting. Maar dat lijkt nu in de praktijk toch wel heel erg moeilijk te zijn. Dus die beschermde werkzettingen zijn gestopt. Stichting Oene Pekin is ook een beschermde werkzetting. Wij houden rekening met de personen die bij ons werken. We sturen ze niet te snel weg, ook al zijn er probleempjes, zeg maar. We proberen mensen te beschermen. Maar die beschermde werkzettingen die zijn nu in Nederland juist worden afgebouwd. Omdat zij vinden dat mensen meer binnen het reguliere werk een plek moeten vinden. Maar dat kun je wel zeggen. Maar om dat daadwerkelijk uit te voeren, blijkt dat nu dus toch niet zomaar te lukken. Dus nu zitten die mensen toch weer thuis, waar ik het net over had, wat we juist willen voorkomen. Dus dat gaat nu toch niet helemaal goed. Maar ik denk wel dat in de maatschappijen waar er andere keuzes zijn gemaakt, ook waar er meer geld beschikbaar is, dat daar beter invulling aan kan worden gegeven aan het opvangen van deze doelgroep, om hen die mogelijkheden te bieden. Ja, ja. Natuurlijk, hoe minder budget een land heeft, hoe meer armoede er in zijn algemeenheid al is, ja, hoe minder kans ook weer voor deze groep. Dat is gewoon zo. Ja. Maar je zegt een beschermde werkomgeving, maar dat betekent niet dat de mensen mogen doen en laten wat ze willen. Nee, natuurlijk, hè? Dus dat iedereen wel op tijd gewoon op tijd aan het werk komt. En ja, maar dat is ook wel weer een grappig voorbeeld. Inderdaad is op tijd komen natuurlijk het heel belangrijk aspect van sociale werknemersvaardigheden. Dat is wel iets wat erbij hoort. Maar bijvoorbeeld, iemand met een verstandelijke beperking, die kan helemaal niet goed plannen. Dus dan moet er thuis altijd iemand zijn die zegt, je moet nu gaan opstaan, je moet nu. Want die persoon voelt niet het verschil aan tussen 10 minuten baden of een half uur baden. Ja, die heeft bijvoorbeeld geen begrip van tijd, kan niet plannen, vergeet weer dingen. Dus sommige mensen komen wel heel veel te laat. En dan gaan wij proberen te onderzoeken, wat is de oorzaak daarvan? Moet de telefoon luider gezet worden, want die persoon wordt er niet wakker van? Moet toch een broer of zus gemobiliseerd worden om? Dus we zoeken daar wat meer oplossingen voor. En bij een reguliere werkgever, als iemand 5 keer te laat komt na een waarschuwing, dan nog een keer. Heb je een serieus probleem. Dan mag je wegblijven, ja, toch? Ja, maar daar proberen wij dus, daar gaan wij dus anders mee om. Omdat wij dan toch meer rekening houden met die verstandelijke beperking van die persoon. Echte challenge hoor, maar ik merk uit u praten dat het niet alleen, kijk, ik begin het steeds beter en beter te snappen, maar het is niet alleen, je ziet toch wel weer dat het niet alleen een challenge is voor de mensen met een beperking, maar de mensen met een beperking zijn ook een challenge, een uitdaging voor een maatschappij. Ja. Het blijft een challenge. Ja, je moet het samen doen. Het is in principe aan beide kanten eigenlijk, toch? Want kijk, zoals je zegt bijvoorbeeld in Nederland, om Nederland even als voorbeeld te nemen, hebben ze het geprobeerd om de mensen gewoon in de reguliere omgeving, de werkomgeving te zetten, toch? Om de mensen gewoon een fair chance te geven. Dat zijn steeds golfbewegingen, hoor. Dan doen ze het weer een tijdje zo, dan werkt het niet. Precies, maar je ziet kan dus niet dat de maatschappij in principe ook struggelt met het omgaan met de mensen met een beperking. Dus het blijft een challenge, denk ik, aan deze kant. Ja, het blijft een challenge, maar het hoort erbij. Deze groep is er. Ja. En als beschaafde maatschappij moet je ook gewoon deze oplossingen groep, voor. Zij kunnen dat extra stapje niet doen. Wij moeten dat extra stapje. Dus de maatschappij dient gewoon een oplossing te zoeken voor deze groep. Mooi gezegd, de oplossing moet een oplossing zoeken voor deze groep. Ja. Maar goed, dan zijn we zo. Sorry. Gaat u van. Wordt door. De maatschappij moet er iets voor doen, dus dat die extra stap zetten, extra investeren, noem maar op. Wat ik net vertelde, als die groep thuis zit, dan gaat het uiteindelijk veel zwaarder drukken op de maatschappij. Want er komen conflicten, er komt misschien criminaliteit, er komt ziekte, mensen doen veel meer aanspraak, een beroep op de medische zorg. Dus dat kostenplaatje daarvan is hoger dan als mensen jonger zijn, ze kunnen behouden voor workforce voor Suriname, dat zij een bijdrage kunnen leveren aan Suriname, in plaats van dat zij die rekening opdrijven. Dus per saldo is het goedkoper voor een land om mensen goed onderwijs te bieden en daarna goed in de maatschappij een arbeidsplaats te bieden, dan dat we ze maar laten
En uiteindelijk dus die kosten veel hoger zijn. Broer, zus, vader, moeder, een van hun moet thuis blijven bijvoorbeeld. Dus die kan ook niet die bijdrage leveren aan de Surinaamse maatschappij. Die is wel, heeft wel een schoolloopbaan doorlopen, dus het is geïnvesteerd in deze persoon. Maar die moet dan thuis blijven omdat broer of zus een beperking heeft en thuis moet blijven. Ja. Dus uiteindelijk als je dat zo gaat berekenen, is het duurder om niets te doen en het maar een beetje te laten, dan dat je het juist oppakt en van begin af aan bezig gaat met deze groep. Ja. Heel interessant hoor. Werken met een beperking in Suriname. Ik zou de hele avond door willen gaan, maar van mijn regisseur moet ik. Oh, jammer genoeg stoppen. Jammer. Dus onze tijd zit erop. Maar tot slot natuurlijk geven we altijd onze gasten de kans om misschien dat u wat zou willen meegeven aan de kijkers. Oh. Voor dit specifieke onderwerp eigenlijk. Wat we nog niet genoemd hebben is dat het 3 december is het. Internationale Dag van de Mens met een Beperking. Oh ja, inderdaad. En dan wordt er wereldwijd aandacht besteed aan de groep. En dat wordt op verschillende manieren gedaan. Soms wordt er een toneelvoorstelling of is er een fondsenwervingsactie of wat dan ook. Maar ik vind dit ook een hele goede manier om aandacht te besteden aan deze groep. Zeker. Omdat als je ziet dat iemand een mooi beeld kan maken of een mooi dansje kan doen, dat zijn incidenten. Of als je eenmalig een mooi voedselpakket geeft voor een sociale instelling, dat zijn incidenten. Is wel leuk, maar het gaat over die structurele aanpak. En dat is eigenlijk veel belangrijker voor deze groep. Dus niet één zo'n dag per jaar, maar 365 dagen per jaar. Dat zo zou het moeten zijn. Nee, mooi gezegd. Mevrouw Dekkers, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw opinie over werken met een beperking in Suriname. Heel mooi, heel interessant. Je wordt er zelfs soms even stil van als je dit allemaal zo hoort. Soms ben je er niet van bewust, hè, wat er allemaal zich afspeelt. Dat zeg maar over een bepaald onderwerp in onze maatschappij, of in een maatschappij, of in onze maatschappij, hoe je het nou wil verwoorden hoor. En dan word je er wel even stil van, ja, als iemand je dat zo vertelt, van dat het probleem toch wel veel groter is dan wij denken, of dan wij soms van bewust zijn, toch? Voor deze mensen die werken met een beperking. Later kwam er ook achter dat het niet alleen voor de mensen met een beperking moeilijk is, haalde ik zo'n beetje eruit uit dat prachtige gesprek tussen mevrouw Dekkers en ik, maar dat het ook voor die samenleving een challenge is hoor. Maar dan, toen gebeurde er wat dat mevrouw Dekkers mij aanvulde door te zeggen, inderdaad is het ook een challenge voor die maatschappij. Klopt, het is een challenge ook voor die maatschappij. Het blijft, is en blijft lastig om deze mensen met een beperking te accommoderen. Maar het is de taak en het moet opgelost worden. En het is de taak van die maatschappij om een oplossing, een degelijke oplossing te zoeken voor de mensen met een beperking. Want er moet iets gebeuren. Ik bedoel, zoals mevrouw Dekkers aangaf, kunnen die mensen niet gewoon thuis blijven zitten, want dan wordt het gewoon erger. Het is, hoe vreselijk zou het zijn, hoe vreselijk zou het moeten aanvoelen dat je als mens ergens gewoon vast bent gelopen en er geen kant meer op kan. Ik kan er niet eens aan denken hoe eng dat zou zijn en hoe vreselijk dat kan aanvoelen. Maar goed. Dan hebt u dat allemaal gehoord in deze aflevering van Opinie natuurlijk weer. Op deze avond in december. Ja, de maand december is natuurlijk al aangekomen, geef ik weer aan. Maar goed, mocht u deze aflevering hebben gemist, dan kunt u rustig wachten op woensdag en vrijdag. Daar herhalen we hem ook weer om 8:00. En mocht u die twee hebben gemist, dan gaat u rustig naar onze YouTube-channel Nationaal Informatie Instituut. En dan zoekt u deze aflevering Werken met een Beperking met mevrouw Susanne Dekkers. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken, zeg ik altijd, GovTV, als u echt op de hoogte wil blijven van echt alles dat er gebeurt in het land. Dan weet u zeker dat u niks mist. Dan weet u zeker dat er niet zomaar dingen aan u worden verteld die niet zo zijn. En dan weet u zeker dat u geen verkeerde informatie tot u neemt en krijgt. Blijft gewoon naar kanaal 8.3 kijken, GovTV. Dan ben je 100% zeker van alles dat er in het land afspeelt. Wens mij u een fijne kijkavond verder toe te wensen. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.